Emiel, wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn hier voor het Vossius Gymnasium een uitbreiding aan het maken van de school eigenlijk. In deze diepe bak hier beneden in de bouwkuip gaan we twee gymzalen realiseren. Het is een rijksmonument, zowel van binnen als van buiten. Het is een prachtig gebouw, dus het is uiteraard belangrijk dat hij ook intact blijft, dat hij op zijn plek blijft staan. Dus we hebben een hele zware uitgeruste bouwkuip, hele diepe dammenplanken van ruim 17,5 meter lang. Er zijn hele grote stempelbuizen aangebracht met een stempelraam rondom, om zeg maar zowel de bouwkuip stabiel te houden als het gebouw op zijn plek te houden. Het is natuurlijk een uniek project hier in Amsterdam. Echt binnenstedelijk bouwen op een postzegel, heel weinig ruimte. Dus we moeten het echt doen met de ruimte die we hebben en zeer efficiënt werken. De spannendste momenten waren vooral zeg maar, het naar beneden graven en het uiteindelijk op diepte zijn. Dan sta je op ongeveer 9,5 meter onder het maaiveld. En dat is wel een hele belevenis om onderin in zo'n mooie bouwput te staan. Nou, wat jullie hier zien is de bouwkuip met de stempeling rondom. Een eerste stempelraam bovenin en een tweede stempelraam onderin. Dan zien we hier links onderin de hoek op het diepste niveau worden bergruimtes gecreëerd en technische ruimtes. Helemaal rechts in de hoek komt een trappenhuis. En vanuit het trappenhuis komt er een mooie verdieping op en bouwen we zeg maar weer terug naar de straatkant een aantal kleedkamers en toiletruimtes en doucheruimtes. En dan zien jullie daarachter een heel groot open vak waar we aan de linkerkant een sportveld krijgen en aan de rechterkant een sportveld krijgen. En die wordt door het midden gedeeld met een vouwwand. En die vouwwand die zorgt ervoor dat er zeg maar twee klassen tegelijk kunnen gymmen. Wat we hier bovenop krijgen, bovenop het kelderdek zo direct, zodra dat klaar is, dan brengen we eigenlijk de oorspronkelijke inrichting weer terug. Alleen in een nieuw jasje, nieuwe materialen, maar de uitstraling blijft eigenlijk identiek. Het enige wat erbij komt bovenop op het kelderdek is tegen de bestaande gevel aan wordt nog een hele mooie serre gebouwd, waar zeg maar studieruimtes komen. Die serre is vooral tegen de gevel aangeplakt, zodat het monument zeg maar intact blijft. We gaan ook heel weinig hak- en breekwerk doen om echt dat authentieke gebouw, dat mooie monument te behouden zoals het is. De mooie glas- en loodramen blijven allemaal zichtbaar en we gaan er wat moois van maken.